Dag lieve natuurvrienden. Leuk dat je er weer bent. Welkom bij Met Meens. Tot ziens bij de volgende aflevering. Was je een beetje goed in biologie op school? Oh nee. Ik ben bang als ik ga zeggen dat ik er heel goed in ben, dat ik iets moet doen. Nee. Vond je het leuk? Nee. Wat we gaan doen vandaag? Ja. Is, ik ga jou zo meteen een verhaal voorlezen. Ja, oh leuk. Ik ga jou zo meteen een onderdeel voorlezen uit de biochemie over fotosynthese. En daarna krijg je 5 vragen over het verhaal wat ik vertel. Hm? Als je er vroeger goed in was en je hebt de kennis nog, kan het in je voordeel werken. Was je het niet, is een kwestie van goed luisteren. En zeg jij de antwoorden zeg maar in je tekst? Ja. Oh, okay. Dat kan ik wel, denk ik. Oh, hier ga ik echt zo slecht in zijn. Mijn geheugen is echt zo ruk. Okay, nou. Okay, een soort geheugentraining. Ja. Okay. Ieder goed antwoord is een punt. En een fout antwoord, nou, is gewoon lullig. Okay. Klaar voor? Ja. Okay. Fotosynthese is een vorm van biosynthese waarbij lichtenergie wordt gebruikt om koolstofdioxide om te zetten in koolhydraten zoals glucose. Hierbij komt zuurstof vrij. Het proces komt voor in planten en sommige bacteriën. Op sommige bacteriën na gebruiken alle fotosynthetiserende organismen naast koolstofdioxide ook water om deze suikers te maken. Fotosynthetiserende organismen worden ook wel autotrofen of fototrofen genoemd. Autotrofe organismen zijn in staat om zich van energie te voorzien en kunnen zichzelf synthetiseren uit de abiotische componenten, organische stof, waaronder water en koolstofdioxide en licht. Hierdoor zijn ze onafhankelijk van andere organismen voor hun bestaan. Fotosynthese kan onderverdeeld worden in oxygene fotosynthese en anoxygene fotosynthese, afhankelijk of vrije zuurstof een rol speelt in het proces. Oxygene fotosynthese treedt op in landecosystemen en in de toplaag van de wateren. Daarbij wordt zuurstof geproduceerd dat een groot deel uitmaakt van de atmosfeer. Verder is er voornamelijk op grote diepte in de oceaan een vorm van fotosynthese waarbij geen zuurstof geproduceerd of gebruikt wordt. Dit heet anoxygene fotosynthese. Organismen die energie vastleggen door middel van fotosynthese worden fototroof genoemd. Jeetje Mina, ik weet nu al niet meer wat je zei. Ik snapte de helft niet eens. Naast fototrofe organismen zijn er ook chemotrofe organismen die leven van chemosynthese. Planten vangen de voor fotosynthese benodigde lichtenergie op met chlorofiel. Deze stof zit in organellen die chloroplasten of bladgroenkorrels genoemd worden. De bladgroenkorrels bevinden zich vooral in de bladeren van de planten. Chloroplasten geven bladeren hun groene kleur. In de thylakoïde, in de chloroplast, vindt de fotosynthese plaats. Hoeveel zinnen komen er nog? Korte linia. Okay. Hoewel alle groene onderdelen van planten chloroplasten bevatten, waar fotosynthese plaatsvindt, wordt veruit de meeste energie opgewekt in de bladeren. Ja, sorry hoor. Mag je nou dat ik dit onthoud? Oh, dat was hem. Heb je hem nog? Zeker, zeker. Dank u. Als het u. Nou, kom maar op. Fijn, leuk verhaal. Ik had meer verwacht een soort van Sinterklaas verhaaltje voor het slapen gaan of zo. Wat doet je blok die last dan zo lief voor? Gaat het ook een volgorde van verhaal? De vragen ongeveer een beetje? Ja. Ik ben tussendoor gaan bedenken wat ik morgen ga eten. En welke dag het was. En waar ik dit gevonden had. En of dit allemaal wel klopt. En of deze woorden überhaupt door iemand bedacht zijn die later nog eens een keer dacht van, weet je, had ik ook makkelijker kunnen zeggen. Daarin wordt koolstofdioxide omgezet. Koolhydraten. Correct. Ping, ping, ping. Koolhydraten volgens mij, dat zei in het begin toch? Klopt. Hey, toen was ik nog aan het opletten. Koolhydraten. Klopt. Zuurstof. Koolhydraten. Op met me. Oké, ja, dit ging, ja, oké, okay, ja. Glucose. Glucose. Koolhydraten, waaronder glucose. Klopt. Ja. Vraag 2. Wat gebruiken organismen naast koolstofdioxide om suikers te maken? Oeh, wacht even hoor. Dat zei je ook nog redelijk in het begin. Je had iets over zuurstof kwam vrij en water. Wacht even, stel je de vraag nog eens een keer. Wat gebruiken organismen naast koolstofdioxide om suikers te maken? Water? Ja. Hé, hey, wat goed. Water. Klopt. Water. Klopt.
Yes! Ha! Water. Correct. Yes! Monoxide. Nee, dat is niet goed. Stikstof? Ja, ja, dat klopt. Zonne-energie. Water. Oké. Okay. Nou, maar het was wel een natuurlijk element. Ja. Dus je zat in de buurt. Water? Ja. Woehoe! Mais. Is dat een oxygene of anoxygene plant? Een oxygene. Klopt. Waarom? Landbouw en landbouwproducten en producten bij waterkant die iets met zuurstof. Oxygeen. Klopt. Hey. Wij gebruiken zuurstof en is niet op de bodem van de zee. Oké. Oxygene. Oxygene, dat het zuurstof opneemt. Klopt. Jee. We verwachten dit. Jee. De tweede. Een anoxygene plant. Ja. Dat is fout. Een oxygene plant gebruikt zuurstof en een anoxygene niet. Dat is op de bodem van de oceaan. Heb ik nog nooit mais in groeien? Nee, maar dat geeft niet oxygen. Waarom? Dat heb ik gezegd. Vraag 4. Wat vangen planten op met chlorofiel? Licht. Klopt. Echt? Nou. Water. Nee. Licht. Oh. Dat was licht. Klopt. Oh. Ja, maar dit is echt... Ik had iets heel anders verwacht toen jullie het hierover hadden. Licht. Ja. Jij. Zonlicht. Licht, correct. Wat? Ik kan niet eens wat bedenken hier op deze vragen. Ze vangen zonne-energie op. Komt het ooit een keer dat het wel een goed antwoord is nu? Licht komt van de zon. Licht? Nou, dus goed. Nee. Ja. Wat doen chloroplasten met bladeren van planten? Geet ze aan. Die geven het kleur. Zo. Zuurstof ophalen. Van? De lucht. Ik weet het niet. Ze geven ze een groene kleur. Oh. Daar groeien ze van. Geven ze de groene kleur. Oh ja. Oh, dat heeft te maken met de bladgroenkorrels, zei je. Dus kleur, die brengen de kleur naar de bladeren. Klopt. Kleur geven? Ja! Ze laten ze glimmen. Ze geven ze water. Maken ze vochtig. Ze zorgen dat ze gewoon bladeren blijven. Wat een kutvragen, echt waar. Ze zorgen dat ze groen zijn. Chloroplasten zijn bladgroenkorrels. Ja, chloor, dat bleekt. Dus ik heb niet het idee dat het groen blijft. En toen was er iets met water, dat heb ik water onthouden. En voor de rest waren het heel veel moeilijke woorden. Eerlijk is eerlijk, waren het gewoon heel veel moeilijke woorden achter elkaar. En alleen de eerste alinea kan ik nog een beetje van herinneren. Maar daarna is het helemaal nieuw. Dat valt me niks te heen. Nee, mij ook niet. Ik was echt uitgecheckt op de duur. Ik nam het niet meer op. Bij deze de biologische groetjes van mij. Ik weet eigenlijk niet precies meer waar het over ging. Misschien heb jij er wat meer van opgestoken. Is ook een plant trouwens, geen planten. Wil jij nou ook tot in de puntjes onderzoeken hoe het allemaal met mijn meen zit? Druk dan hier op het bolletje om je te abonneren. Wees zuinig met de natuur. Tot de volgende keer. En jij hebt groen aan. Dat zou moeten dat zijn. Dat wist je niet. Dat had zo moeten zijn.